Welkom bij het COVID-journaal. We zijn vandaag op bezoek bij minister Amar Ahmadine van Volksgezondheid en we gaan hem enkele vragen stellen met betrekking tot de nieuwe maatregelen die zijn afgekondigd. Minister, goeiedag. Er zijn nieuwe maatregelen afgekondigd. De samenleving is het niet eens met deze maatregelen. Kunt u wat meer uitleg geven waarom dit noodzakelijk was? We hebben gezien dat de afgelopen tijd personen, individuen, de vrijheid naar zich toe hebben getrokken om feestjes te organiseren. Daarbij heb ik ook in mijn laatste statement gezegd dat ik een oproep doe naar alle personen die een feest moeten organiseren. Dus de cateraars, de decorateurs, de muziekformaties, de entertainers. Om niet mee te werken aan deze evenementen, omdat het tegen het presidentieel besluit indruist. En de gevaren en de mogelijke consequenties bij bijvoorbeeld strakker trekken van de maatregelen, niet voor de regering zal zijn, maar voor u als persoon die het risico neemt om dit soort zaken te doen. Aan de andere kant zijn er ook acties ondernomen vanuit de regering om individuele evenementen of eetgelegenheden of terrassen die zich niet hielden aan de regels ook te bezoeken. En daartegen zijn er ook maatregelen getroffen. Echter zien we dat keer op keer we de inzet en de moeite moeten ondernemen om dit te doen, de mensen te overtuigen dat het niet goed is. Maar men stelt het steeds weer teleur. En aan de andere kant, als het goed gaat, dan kijk je natuurlijk en je doet je werk. Maar als je ziet dat de stijgingen van infecties beginnen te komen, dan moet je ergens wel een streep doortrekken en zeggen nee. Dan gaan we nu als regering wel op een andere manier moeten kijken naar die zaak. En de overweging is namelijk dat wanneer je inderdaad die feesten ziet geschieden, met name in de late avond, dan wil ik als ik weet dat de capaciteit van onze handhaving niet bij machten is om alles tegelijk te doen. Men heeft capaciteit, men gaat ook naar plekken. Maar als ik weet dat het niet overal en altijd kan, dan wil ik wel vanuit het beleid centraal, natuurlijk met afstemming met de regering, afstemmen dat wij bijvoorbeeld te gaan naar een 9 uur of een 10 uur of een 8 uur. Daarover die discussie wordt onderling gevoerd, waarbij wij zeggen dat wij denken dat met die aanpassing wel de situatie een beetje onder controle krijgen, maar ook de beweging van mensen een beetje stilleggen, zodat het virus zich niet verder verspreidt. Minister, maar natuurlijk het luchtruim staat nog steeds open. Is dit niet een van de redenen dat er besmettingen toenemen? Het luchtruim is toen in maart ook gebleken als ze zijn de import van COVID in Suriname. Dat is correct. Maar wat we nu hebben gezien de laatste tijden, we hebben in overleg met de verschillende actoren in die luchtvaartsector gesproken. Er is een werkgroep zelfs opgezet om ons van advies te voorzien, maar ook het beleid uit te zetten en de verantwoordelijkheden ook te verdelen. En we hebben niet het idee dat het luchtruim, het partieel openen van het luchtruim, een directe aanleiding is geweest tot een stijging van gevallen. We hebben bijvoorbeeld vluchten die worden uitgevoerd naar Miami. We hebben vluchten die worden uitgevoerd naar BLM. En we hebben vluchten die worden uitgevoerd naar Nederland. Wat we wel ervaren bij Nederland, bij Nederlandse vluchten, of vluchten uit Nederland, dat we wel wat meer moeite hebben om de mensen te overtuigen zich te houden aan de quarantaineregels. Of het beleid met betrekking tot de quarantaine. En dat is nog moeizaam. Maar voor alles is er een oplossing. We blijven werken, we blijven monitoren in de werkgroep. En nu is er weer een andere situatie ontstaan, namelijk dat in Nederland er een totale lockdown geldt, tot 19 januari minstens. Dat betekent dat ook daar de situatie, vanwege de escalerende situatie daar, dat daar ook maatregelen zijn getroffen. Maar aan de andere kant zien we dat Nederland ook vanaf 15 december vraagt van elke niet-EU-land, elke persoon uit een niet-EU-land, bij aankomst in Nederland een negatieve PCR-test te overleggen. Hetgeen voor Suriname wel een behoorlijke challenge wordt, omdat wij in Suriname een bepaalde testcapaciteit hebben, die we steeds weer hebben gereserveerd voor de populatie. En wij nog aan het inventariseren zijn en overwegen zijn als we wel gaan kunnen voldoen aan die eis van de Nederlandse regering. Dus van de autoriteiten. Dus we moeten nog even aankijken. Het kan best zo zijn dat wij een deel gaan kunnen inlopen met de verzoeken van PCR-testen. We hebben sinds gisteren al gemerkt dat er een enorme toeloop is naar de laboratoria, Centraal Lab en AZP. Om testen te doen. Wij moeten dat even goed in overweging nemen. We moeten testen reserveren voor de Surinamers. En wij zijn ons aan het beraden over deze situatie.
Maar als je kijkt naar de maatregelen die zijn afgekondigd in Nederland, ze gaan 5 weken natuurlijk in lockdown. En er komen nog steeds toeristen en passagiers naar Suriname. Is het niet tijd om het luchtruim definitief te sluiten? De opties zijn open met betrekking tot het sluiten van het luchtruim naar Nederland. Die discussie zal gevoerd worden binnen de regering. Wij zijn ons ervan bewust dat het grote uitdagingen zijn. En aan de andere kant ook is er een grote vraag vanuit Nederland om naar Suriname te komen. En wij weten ook wat de gevaren zijn. Aan de andere kant, met goed beleid zou je feitelijk niet bang mogen zijn dat het luchtruim open is. Ik sta nog steeds achter het beleid. Ik ondersteun nog steeds de mensen die willen komen naar Suriname. Alleen moet je wel houden aan de regels. Anders gaat het natuurlijk voor ons als regering moeilijk zijn om dit te blijven handhaven. Als mag blijken dat het voor ons steeds moeilijker wordt om de mensen in quarantaine te houden. Het is december maand. Iedereen wil feesten, het jaar goed afsluiten. Door deze maatregelen die zijn afgekondigd, zijn de evenementen eigenlijk afgelast. Maar ook de entertainment sector is nu heel erg boos. Heeft u een boodschap voor deze groep? Oké. Internationaal zien we dat, en het is gewoon wereldwijd zo, dat alle sectoren wel schade hebben ondervonden van COVID. Iedereen heeft last gehad van die COVID, noem het maar. Vanaf openbaar vervoer tot de reisagenten, tot noem het maar, marktverkopers, iedereen. Zelfs de zorg, de grootste schade ondervonden. En er is één sector, dat is de entertainment business, de horeca en entertainment business, die ook enorm veel schade heeft ondervonden, mede vanwege het feit dat er minder toerisme is. Er zijn lockdowns in de hele wereld. Mensen zien ook, nemen ook hier risico's om zomaar te gaan zitten ergens op een feestje. Wat is het probleem bij evenementen en in de entertainment business? Namelijk, en we hebben geprobeerd, we hebben niet dat we niet hebben geprobeerd, we hebben ons ingezet. Vanaf het begin hebben we met de entertainers gezeten. Vanaf september zeker heb ik een werkgroep laten zitten met de entertainment business om een protocol te ontwerpen voor evenementen. Ik moet zeggen, er is ook goede input gekomen vanuit die business, vanuit die sector. En we hebben ook ons best gedaan om protocollen goedgekeurd te krijgen via het OMT om de evenementen te organiseren. En dat protocol is vorige week vrijgegeven. Wat we hebben opgenomen in het protocol is, als je evenement wil organiseren, dan moet je het wel even afstemmen met het ministerie Volksgezondheid om toestemming te krijgen daarvoor. Wat we wel moeten weten is dat de entertainment business internationaal en wereldwijd de laatste sector zal zijn die opstart weer gaat krijgen. Simpelweg omdat er andere prioriteiten zijn. Prioriteit gezondheidszorg, criminaliteit, bedrijfsleven, private sector dus, onderwijs. Dat zijn allemaal zaken die hogere prioriteiten genieten dan de entertainment. En dat is een beetje moeilijk. En dat moet goed gecommuniceerd worden met die sector. Daar ben ik me van bewust. We hebben een onderhoud gehad. En we hebben afspraken dat wij ook met de groep weer praten. Maar ik moet ook wel deze kritische noot maken. En dat is, we leven in Suriname. We zien ook de beelden. We zien ook de Facebookpagina's van mensen. En het moet me van mijn hart af om te zien dat organisatoren van protestacties vandaag in de entertainment business zichzelf schuldig maken aan het niet naleven van protocollen. En wanneer we die dingen zeggen, dan worden mensen boos. Maar ik ben wel zo iemand en ik moet eerlijk blijven. Ik zal me kritisch blijven uiten. Ik kan tegen kritiek. Ik accepteer het ook, omdat ik een verantwoordelijkheid heb. En ik ook weet dat wat je ook doet als beleidsmaker goed zal zijn voor een deel en niet goed zal zijn voor een ander deel. Uiteindelijk moet je als regering overweging maken wat goed is voor het algemeen belang. En je boven het individueel belang plaatsen. Maar het is frappant dat organisatoren van protestacties zichzelf schuldig maken aan het overtreden van de regels. Wanneer mensen evenementen organiseren in bars, zonder enige melding te maken van een protocol waar mensen mondkapjes op moeten zetten of hun handen moeten wassen of dat er protocollen zijn waaraan je moet houden en gewoon in tegen het presidentieel besluit indruisen, dan is dat overtreding en dan maakt u zich schuldig en dan bent u ook mede verantwoordelijk voor die verspreiding in het land. Natuurlijk
de goede niet nagesproken. En dat is het frappant, want dan betekent het voor mij, geeft het mij een indicatie als regering, dat u een protest gaat organiseren om uw eigen belang veilig te stellen. En dat is geen goed signaal. We moeten ook met deze mensen praten, we moeten ze ook corrigeren. We moeten die mensen ook overtuigen dat wil je ook een oplossing, dan moet je ook je eigen bijdrage leveren. Je moet ook in de spiegel kunnen kijken. En dat is zeker iets wat ik wil meegeven. We hebben keer op keer, ik wil geen namen noemen, maar we hebben keer op keer, er zijn enkele probleemgebieden en probleempersonen en bedrijven die zich steeds keer op keer schuldig maken aan overtreden van de afspraken. En dat keur ik af als regering. Ik moet zeggen dat er zijn mensen die zich echt wel willen houden aan de protocollen, ook die investering plegen. Er zijn mensen die keer op keer willen tonen dat ze dat willen. Maar we moeten hun ook ondersteunen. En we moeten een ieder ondersteunen die van plan is iets te doen. Maar belangrijk is, de regering stelt de gezondheid op topprioriteit. En zonder gezond volk kunnen we nergens mee. Dus nogmaals, we vragen begrip van de samenleving. We rekenen op de ondersteuning. U hebt het eerder getoond. U hebt eerder laten blijken dat u bereid bent in te leveren. We vragen het nog een keer omdat er indicaties zijn dat dit weer verkeerd zal aflopen. Oké, minister, dat is heel duidelijk. Maar natuurlijk, er is nog een laatste stukje dat iedereen graag wil weten. En dat is natuurlijk Pagara Estafette, waar iedereen naar uitkijkt hier in Suriname. Hoe zal het dit jaar aan toe gaan met de Pagara Estafette gezien de COVID-situatie? Er is gisteren al besloten dat, en meegedeeld in de statement, dat er geen Pagara Estafette zal zijn dit jaar. Wij hebben een gesprek georganiseerd met de binnenstad, de ondernemers in de binnenstad, waar de Pagara Estafette traditioneel wordt gehouden. We zullen vragen om ondersteuning. We gaan ook het publiek oproepen om zich niet te begeven naar de binnenstad. Justitie en politie is daarvoor de gewezen instantie. De districtscommissarissen eveneens, want uiteindelijk verlenen zij de vergunning. Op instructie natuurlijk van de regering. Advies is negatief, advies is geen Pagara Estafette. We willen hebben dat ieder wel op zijn of haar manier op hun wijze vuurwerk kan genieten. We weten dat Surinamers van vuurwerk houden. En dat uitbundig gevierd wordt. We kennen ook de afsluitingsdagen van natuurlijk dat je een kerstdiner of een oudjaarsdiner of een oudjaarsafsluiting hebt. Probeer het aan te passen naar de omstandigheden waarin we leven. Wij zullen alles op alles zetten om de situatie zo gunstig mogelijk te creëren en houden in het land. Echter zijn we afhankelijk van de trend, ik heb het al gezegd. Ik kijk naar de trend die zich voordoet. Ik wil niet hebben dat wij tot 31 december die zaak in Suriname gewoon vrij houden. Alles gebeurt en dan zitten we 14 januari of 10 januari met volle ziekenhuizen. En dan kunnen we weer beginnen waar we waren. Het heeft geen zin. We willen juist vooruitgang hebben. De regering is gecommitteerd aan de afspraak met het volk dat we gaan voor verbetering, vooruitgang en verbetering van de economie. Elke terugval in die COVID zal ervoor zorgen dat we inderdaad vertraging krijgen van al deze afspraken met het volk. Ik wil mij als minister van Volksgezondheid en als dokter zeggen aan de samenleving, leef die maatregelen na. Als arts toen ik werkte had ik zelfs moeite mee als een patiënt van me kwam te overleden. En om nu dit als minister te accepteren dat we al 117 Surinamers hebben verloren, doet me wel wat. En ik ga niet accepteren dat we nog eens 200 en 300 personen gaan verliezen. Ik zal me als minister van Volksgezondheid keihard op het standpunt stellen dat de gezondheid van de Surinamer te alle tijden vooropgesteld moet worden. En omwille van welke business dan ook, wij gaan niet toestaan dat activiteiten die kunnen leiden tot superspreading en andere zaken voortgang gaan vinden, terwijl onze veiligheid en onze gezondheid het allerbelangrijkste mag zijn. Ik roep de samenleving op. Houdt u zich aan de maatregelen? Er komen betere tijden, dat kan ik u garanderen, maar uw ondersteuning is daarbij zeer gewenst. Is goed, minister. Dank u wel voor deze informatie en natuurlijk hopen we weer gauw terug te zien in het COVID-journaal. Dat was het dan weer voor deze aflevering van het COVID-journaal. We zijn er weer terug de volgende keer met natuurlijk weer andere nieuws omtrent
COVID in Suriname. Goeiedag.